Goeiedag beste kijkers en welkom bij een gloednieuwe aflevering van COVID ATV COVID-19 Update. Er is alweer de 36e aflevering en in dit programma brengen wij u vooral informatie, inzichten, maar vooral updates over deze pandemie die nog steeds de wereld en Suriname in een greep houdt. Alhoewel het een beetje aan het dalen is, Suriname zijn we inmiddels COVID-vrij, maar dan nog proberen overheden het nog een beetje tight te houden en nu wordt er aangegeven dat we geleidelijk aan de maatregelen wat minder kunnen zetten. En als we naar de COVID-19 website kijken, dan zien we dat de teller nog steeds is op 10, waarvan 9 COVID-vrij zijn en 1 persoon helaas is overleden. Momenteel zijn er 125 personen in quarantaine. En als het goed is, moet er ook een vlucht vanuit Nederland naar Suriname op weg zijn. En dan zullen dan dat aantal Sanda weer in overheidsquarantaine worden geplaatst. We kijken vandaag naar het verband tussen COVID-19 en het dieren. En daarvoor hebben we uitgenodigd naar de studio niemand minder dan Monique Pool. Zij is een grote dierenvriend, oprichter en directeur van het Green Heritage Fund Suriname. En natuurlijk met haar praten wij over de gevolgen van COVID-19 en de relatie tot dieren. Monique, welkom. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Natuurlijk. Ja. Het verband tussen COVID-19 en dieren, daar gaan we straks in. Maar we willen eerst weten, hoe ga jij persoonlijk om met deze hele situatie? Ja, dus ik volg de situatie al sinds januari. En ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's gezegd van, als je je niet lekker voelt, blijf thuis. Dat is sowieso een policy bij ons. Mensen mogen van huis uitwerken. Ik begon ook steeds meer dingen te zeggen van, was je handen. We werken met dieren, dus we zijn sowieso altijd extra oplettend. Zodra je met een dier in contact bent geweest, je handen wassen. Maar nu ook gewoon als je van buiten komt, je handen wassen. Ja. Dus zelfs als je niet in contact bent geweest met een dier. We werken allemaal van huis op het moment, zoals de meeste mensen, maar de rescues gaan gewoon ja, door. Ja, dat kan je niet van huis ja, doen. De dieren hebben geen last van de pandemie. Ja. Ja. Maar toch is er een relatie van COVID tot de dieren. Ja, je hebt het ongetwijfeld gevolgd. Ze zeggen het komt van een vleermuis, het komt van een wet market misschien in China. Dat is een markt waar wilde dieren worden verkocht voor consumptie. Ze zeggen dat daar ook vleermuizen waren en men vermoedt dat het van een vleermuis komt. Misschien via een pangolin, dat is een schubdier. Maar dat die origine van dat virus weet men nog niet zeker. En dat wil men nu onderzoeken. Dus er is een relatie inderdaad tussen dieren en deze ziektes. 70% van alle ziektes die wij mensen nu krijgen, die komen via dieren tot ons. Je kan denken aan dengue, Zika. Er zijn vaak dieren betrokken, die zijn een vector om die ziekte over te brengen naar mensen. 70% van alle ziektes, dat is heel veel. Maar komt het omdat de mensen te dicht bij, we laten die huisdieren even aan de kant, maar te dicht bij wildlife zijn? Ja, dus wat is nu het probleem inderdaad door de vernietiging van de natuur die overal ter wereld plaats heeft en door het feit dus dat we zo dicht bij dieren wonen, is er meer contact met dieren. Die dieren kunnen een reservoir zijn voor een virus waardoor wij het krijgen. Maar door die degradatie van het milieu gebeurt er nog iets anders. De dieren krijgen stress, ze zijn een reservoir voor een virus. Maar doordat ze stress krijgen, dan gaat het virus zich ook uiten. Mm-hmm. En dat is eigenlijk dus het probleem. Dus alle reden voor ons, mens, om te zorgen dat de natuur gezond is, dat de dieren in de natuur ook gezond zijn, waardoor ook wij als mensen gezonder kunnen zijn. Mm-hmm. Maar je bent echt bekend geworden omdat je met name een soort rescue hebt opgezet voor de luiaards om ze terug te krijgen ja. In de natuur. En we zien dat echt beesten die we vroeger niet gewoon om ons heen zagen,
Ja. Maar nu zie je steeds en steeds meer dat ze dichterbij komen. Je ziet ze soms op straat oversteken. Bij, hier op het Tillisuurterrein was het toch wel één vast in de schutting. Hoe komt dat? Ja, dat komt doordat wij mensen, er zijn twee redenen voor die dieren die we in de stad zien. Twee, we kappen meer bomen. Het lijkt bijna alsof mensen iets tegen bomen hebben. Bomen zijn gezond. Het is goed om een boom op je erf te hebben. Ze zorgen voor zuurstof. Ze houden de wind tegen, windvlagen. Dus ze brengen schaduw. Dus er zijn een heleboel redenen waarom bomen goed zijn. Een heleboel mensen houden niet van harken. Dus wat doen ze? Ze kappen alle bomen, kappen de bomen om zich heen. Mensen zijn bang voor dieren. Dus dat is een andere probleem. En die dieren verliezen dus hun huis. Die boom, die drie bomen die naast jouw huis stonden en die je kwijt wilde, daar woonde misschien één luiaard in. Die daar heel happy was, die je nooit eerder gezien had. Maar doordat die bomen opeens weg zijn, heeft hij geen plekje meer. Dus hij komt aan jouw hek hangen. En dan het andere geval is van mensen die denken van, het is moeilijke economische tijden. Ik ben in het binnenland, ik zie een luiaard oversteken. Ai, ik kan hem eten. Ja, ook nog. Ja. En bij deze, die we bij jullie hier weg hebben gehaald, denk ik dat dat echt het probleem was. Hij had een heel strak plastic bandje om zijn lichaam heen. En daardoor kon hij dus ook niet weg. Hij zat vast aan jullie schutting, om het zo te zeggen. Een prikkeldraad. Het prikkeldraad, ja. Dus hij kon niet meer weg. Hij wilde wel weg, maar hij kon gewoon niet. En die zou anders, dus hij is blijkbaar ontsnapt, hij zou anders in de pot zijn beland. Ja, ja. Dat is jammer. En laten we even teruggaan naar jouw planning als environmentalist, als grote dierenvriend. Die planning, gaat dat gewoon door? Wel, de planning gaat zoveel als we kunnen door. We doen nog steeds gewoon veldwerk. We doen ook nog de rescues natuurlijk, net wat ik al zei. En we proberen dat wat echt niet kan, waarbij we grote groepen mensen bij elkaar zouden willen hebben, proberen we virtueel te maken. Dat vergt heel veel werk, omdat je moet met hele nieuwe systemen leren werken. Maar wij willen gewoon Wereldoceaandag vieren, omdat het nu meer dan ooit belangrijk is om de mensen te wijzen op hoe belangrijk het is dat we een gezond milieu hebben. Want als het milieu niet gezond is, dan gaan we vaker pandemieën zien. We gaan sowieso vaker epidemieën zien, maar sowieso ook vaker pandemieën. En wat mensen nu helemaal vergeten zijn, omdat we zo druk zijn met COVID. Er was begin van dit jaar een dengue-uitbraak. Ja. Dengue en Zika zijn direct gerelateerd aan milieuvervuiling. Want die muskieten die vinden het zalig om in stukjes plastic, waar water in ligt, om daarin te broeden. Het wordt warmer, de dieren gaan sneller voortplanten. Ja, voor je het weet is het gedaan. Dus COVID-19 zou eigenlijk ook het resultaat zijn omdat we zo slecht omgaan met ons milieu. Ja, daar twijfel ik niet aan. Daardoor zie je ook steeds meer uitbraken, epidemieën, ebola in Afrika. MERS en SARS in Azië, Zika, dengue wereldwijd. Dus al deze zaken hebben te maken met milieudegradatie ook. En wat heel belangrijk is, en we hadden vorig jaar daar een workshop over, One Health, is dat we niet alleen maar kijken naar dit kleine stukje, dus dat ik alleen maar kijk naar de dieren. En dat de mensen, artsen, die kijken alleen maar naar dat stukje. Nee, we moeten een hele holistische benadering hebben, waarbij die dierenartsen, de mensenartsen, alle andere disciplines gaan samenwerken, biologen, iedereen, om te kijken van hoe gaan we zorgen dat we als mens toch meer in harmonie kunnen gaan leven met de natuur. Ja. Want anders gaan we vaker epidemieën zien en misschien ook vaker pandemieën. Mm. En ja, je hebt gezien wat het doet met ons. Ja. En ja, het heeft de wereld op zijn knieën gekregen. Ja. Ja. En denk je dat we als wereld, als aarde, een les hebben geleerd? Of een les leren?
Als ik kijk naar sommige landen, zoals de Verenigde Staten, dan denk ik het niet. In ieder geval op het hoogste niveau denk ik niet dat men snapt. Ja, economie is belangrijk, economische groei is misschien belangrijk, maar er moet een andere manier worden gevonden waarop we ons economisch gaan ontwikkelen. En de stad Amsterdam is denk ik een van de eerste plekken op de wereld waar men gaat proberen een ander economisch model toe te passen. En dat heet donut, de donut economics. Door Kate, een econoom, een Engelse econoom, Kate Raworth, die heeft dat ontwikkeld. Waarbij ze heel goed heeft gekeken van waar moeten we zitten om te kunnen ontwikkelen zonder dat we te veel gebruiken van onze moeder aarde. En waarbij alle menselijke behoeften ook worden vervuld. En Amsterdam die gaat dat toepassen om nieuw beleid te maken. Ik denk dat we als Suriname dat ook moeten gaan doen. Wij hebben echt de kans om nog heel veel goed te doen. Omdat onze natuur nog zo mooi en intact is. Maar als je kijkt naar de wereld, zie je dat onze honger naar de bodemschatten nog steeds niet is gestild. En we hebben gezien van het ontginnen van zaken uit de bodem, wat het allemaal doet met de natuur. Maar het ziet er naar uit dat onze honger nog steeds niet gestild is. Ja, ik weet niet of jij dat zelf hebt gehad of in hoeverre jij veel meer thuis bent. Ik ben nu veel meer thuis. En dan kijk ik om me heen en dan zie ik een heleboel dingen waarvan ik denk, oh, dat had ik eigenlijk niet echt nodig of dat heb ik niet nodig. Ik koop veel bewuster nu. Ja. En ik hoop dat een heleboel mensen dat ook gaan doen. Dat ze gaan kijken van, heb ik dit echt nodig? Ja. Voordat je het uitgeeft. Ik denk sowieso dat mensen dat nu moeten doen. Door de economische terugval hebben we gewoon minder te besteden. Dus we moeten echt steeds meer en meer gaan kijken waar we die balans vinden tussen de natuur en de mens. Okay. En ik begrijp ook dat in het buitenland ze ook begonnen zijn met dierentesten op COVID-19. Weet je daar iets van? Ja, dus men heeft een paar katten en als ik me niet vergis een tijger, die zijn positief getest op COVID. Ik denk niet dat ze ziekteverschijnselen hadden. Ik geloof één huiskat wel. Die had wel ziekteverschijnselen. Die tijger, weet ik het niet zeker. Maar wat heel vaak gebeurt is dat dieren een reservoir kunnen zijn voor het virus. Zoals je eerder zei, ja. Ja, dat moet gebeuren om te zien waar komt het virus vandaan. Zodat we in de toekomst ons daartegen kunnen beschermen. Maar is het zo dat misschien de mens het heeft overgedragen op de dieren? Of niet? Nee, Want ik zie aan een huiskat het heeft. Ja, dat zal misschien wel komen van de mens, inderdaad. Ja. Ik wilde wel iets over zeggen wat betreft de gedachte van, ik hoor dat wel eens, oh, dat dier, dus de vleermuis bijvoorbeeld, die is de gevaarlijke, dus we gaan ze allemaal doodmaken. Mm. Nee, dat moeten we dus niet doen. Want dat dier maakt ons ziek omdat hij misschien niet helemaal gezond is, doordat we zijn omgeving vernietigen. Vergeet nooit, en ik weet dat er hier heel veel mensen zijn die niet van vleermuizen houden. Vleermuizen zijn heel belangrijk voor ons. Ze zijn bestuivers. En één vleermuis, en ik weet, veel mensen zullen dat niet weten, kan 6000 muskieten in één nacht opeten. Zo. Nou, stel je voor dat we alle vleermuizen doodmaken. Zijn we overgeleverd? Ja. Wat gaan we dan gebruiken? Pesticiden. Nou, pesticiden zijn sowieso ook niet goed voor ons. Dus het is een spiraal waar je in terecht gaat komen. Dus ik denk dat we eerder moeten kijken van hoe kunnen we in harmonie leven met de natuur. En daar moeten we echt over nadenken. Daarover moeten we discussies hebben met elkaar. Ja. Gelukkig zijn vleermuizen beschermde diersoorten in Suriname. Maar dan nog worden ze doodgemaakt door mensen. Maar misschien omdat ze het niet weten, die kennis er niet is. Je sprak over een discussie. Ja. Moet er een algemene discussie komen, meer informatie over ons dierenrijk en de relatie tot de mens en de aarde? Ja, ik denk dat dat sowieso heel belangrijk is. Omdat het belangrijk is voor onze eigen gezondheid. Hè, dus als je ook kijkt, we zijn ook in een groep bezig met de stukjes bos die we nog hebben in Paramaribo. Als die stukjes bos verdwijnen, verdwijnen niet alleen belangrijke leefplaatsen voor deze wilde dieren die we nog hebben, maar gaat ook een stuk van onze eigen leefgenot gaat achteruit gaan. Plus,
ja, een heleboel mensen genieten nog van die stukjes bos en van de dieren die erin voorkomen. Dus ik denk dat we heel goed moeten nadenken. We moeten hier over durven praten, we moeten de discussie aangaan om een betere manier van ontwikkelen te vinden, denk ik. Ik denk dat dit heel belangrijk is, want wat we allemaal willen, denk ik, is voorkomen dat we nog een keer een pandemie moeten meemaken, ja, ja. Of nog een keer een epidemie. Okay. En in Suriname is het vrij rustig. Ik heb vanuit de COVID-website net opgelezen wat we allemaal hebben. We zijn nu COVID-vrij. Alle 9 zijn genezen, 1 is overleden. Dus we hebben geen, om het voorzichtig te zeggen, geregistreerde gevallen. Ben je bang dat het nog moet komen? Ik denk dat, dat uiteindelijk gaan we moeten... Iedereen gaat het ooit moeten krijgen, hè? Want we moeten immuniteit opbouwen. Dus we kunnen of wachten op een vaccin, of we gaan langzaam maar zeker, iedereen gaat ziek worden. Maar met dit nieuwe virus weet men niet of als je ziek bent geweest, of je ook immuun wordt. Dus we weten zo weinig over dit virus, dat je een heleboel dingen die met andere virussen wel zo zijn, met de griep en zo, dat weten we gewoon niet. Dus het is... ik denk dat we gewoon altijd gaan moeten social distancen in de toekomst. En dat stukje, ja. Dus wat de deskundigen wel weten, is dat het een variant van het SARS-virus is, die we al hebben gehad. Ja. Maar die gemuteerd zou zijn via dieren. Ja, het is een coronavirus. Ja. Of het een mutatie is van het SARS-virus, het heet SARS, COV-19 als ik me niet vergis. Weet je, we maken assumptions die ik zelf, ik ben geen viroloog, ik ben ook geen epidemioloog, dus ik zou bang zijn om uitspraken te doen. En ik denk dat dat het probleem is, dat we moeten blijven luisteren naar de mensen die het wel weten. Ja. Hè, we moeten niet hun wetenschappelijke kennis naast ons neerleggen. Deze mensen weten waar ze het over hebben. De epidemioloog die weet wat je moet doen als er een epidemie optreedt en welke epidemiologische zaken je moet doen. De viroloog weet hoe een virus zich ontwikkelt. En deze mensen zijn wetenschappers en we moeten die wetenschappelijke kennis, die moeten we op goede waarde weten te schatten. En dat is ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Dus wetenschappelijke kennis moet op de juiste waarde worden geschat. Ja. En ja, als we ook kijken naar de samenleving, denk je dat de samenleving dat alles goed oppakt? Ik denk dat er nog mensen gemist worden in de berichtgeving, waardoor inderdaad niet iedereen bewust is van het gevaar. Ik denk ook dat het feit dat de teller nu op nul staat, zoals je zei, we hebben geen actieve gevallen, dat mensen ook misschien een beetje maken van, nou ja, waarom moeten we nog bang zijn? Maar we blijven natuurlijk bevattelijk voor importgevallen. En aan al onze grenzen zien we dat er dus buiten die grens wel veel gevallen zijn. En de situatie misschien niet zo goed onder controle is als in Suriname. Ja. En ik denk dat we geweldige epidemiologen hier hebben. Want we hebben de juiste maatregelen genomen tot nu toe. Ja. Net als, ik denk, ze hebben misschien gekeken naar Zuid-Korea, waar men track and trace doet en isoleren. Zuid-Korea is maar heel kort eigenlijk afgesloten geweest. Het economisch proces was heel kort buiten werking, om het zo te zeggen. Maar daarvoor moet je wel als land de middelen hebben en in staat zijn om het te doen op die manier. En dan nog hebben wij het zonder bijna, met heel weinig middelen, toch kunnen klaren. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. Dus ik hoop dat we het zo kunnen houden. Ja. Oké. Okay. En hoe ziet jouw planning als Green Heritage Fund er verder uit? Hoe ga je, want de Wereldoceanendag is straks. Ja. Je zit een beetje klem met je voorbereiding. Ja, nou, wat we gedaan hebben, we hebben al sowieso besloten dat het een virtueel evenement gaat worden. We gaan voor het allereerst in Suriname gaan we een virtuele conferentie organiseren. Daarmee zullen we een bepaald publiek bereiken. En we zijn ook aan het kijken om een algemene discussie te hebben. We gaan een aantal films proberen te distribueren op verschillende manieren.
waar mensen naar kunnen kijken thuis. Want jammer genoeg kunnen we niet dat via de bioscoop doen. Misschien dat het wel gaat lukken via de tv. Ik weet het niet. Daar zijn we nog over in onderhandeling. Ja. We willen het moment niet verliezen. Ja. Hè, 8 juni, het blijft een belangrijke dag. De oceaan is de belangrijkste aandrijver van ons klimaat. Als we niet goed omgaan met die oceaan, dan hebben we een probleem. En plastic en de oceaan, dat is nu een onderwerp wat zo belangrijk is, dat daar moeten we aandacht aan blijven besteden. Maar denk je dat we ooit plasticvrij zullen zijn? De wereld? Ja, we waren ooit plasticvrij. We gaan nooit meer plasticvrij zijn, want het plastic is nu in het milieu. Maar we kunnen wel, voor jezelf kan je acties ondernemen om minder plastic te gebruiken. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat mensen daar bewust mee omgaan. Ja. Oké, dankjewel Monique. Voor je komst naar de studio. Ja. En ja, we hopen dat de mens tot inkeer komt en beter voor zijn milieu gaat zorgen. Want als de aarde ziek is, dan worden wij ook ziek gemaakt. En het resultaat is hier. Ja, klopt. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. En zo zijn we gekomen aan het einde van deze 36e aflevering van de ATV COVID-19 update. En zoals eerder gezegd, hou goed met je milieu om, want doordat de aarde ook ziek is, word jij ook ziek gemaakt. COVID-19 is ook een hele keten, omdat we slecht omgaan met het milieu. En voor de rest wil ik u zeggen, nogmaals, aan u doorgeven, was je handen zoveel als mogelijk met zeep. Als er geen water in de buurt is, gebruik een sanitizer of alcohol om je handen te desinfecteren. En volg vooral de instructies van het COVID-management team op en van de andere organisaties die onze volksgezondheid bewaken. Dit was het dan. Voor een nieuwe aflevering verwijs ik u naar komende maandag. Een heel fijn weekend toegewenst. Dag.